Zit je lekker te ontspannen onder een boompje en dan... Oh. Ja, je moet er wat voor over hebben voor de wetenschap. De gravitatiewet van Newton. En ik dacht Newton niet meteen aan appel, maar ik dacht groter aan het universum. En hij dacht van, stel je nou eens voor, er is geen gravitatiekracht. Nou, dan zou de maan gewoon rechtdoor gaan. En ja, dat gebeurt niet. Dus was een idee van, dan moet er dus een kracht wezen tussen de maan en de aarde. En dat heeft hij gravitatiekracht genoemd. En de gravitatiekracht, die is vanuit, daar staat het, de massamiddelpunten. Ja, dus maan, aarde, die twee trekken elkaar aan. En de grootte daarvan is afhankelijk van de afstand tussen die twee. En de afstand tussen de massamiddelpunten. Gravitatiekracht tussen die twee kun je berekenen met deze formule. Die gaan we eventjes een beetje beter bekijken. Nou, zo. Die hoofdletter G, dat is de gravitatieconstante. Nou, hier staat ook hoe groot die is. Hoef je niet uit hoofd te kennen trouwens. Daarvoor heb je natuurlijk weer precies binas. Nou, die massa's. Kijk, dat zijn dus de massa's van de twee hemellichamen in dit geval. De aarde en de maan. Ook die staan trouwens weer in binas. Net zoals de afstand tussen de aarde en maan. Als je dat allemaal invult, dan krijg je dat die gravitatiekracht is behoorlijk groot. Dat komt natuurlijk omdat die massa's zo groot zijn. Als je die massa's een beetje kleiner zou doen, bijvoorbeeld deze twee, ja, dan wordt het een stuk minder. Maar er is nog steeds wel een kracht tussen twee massa's. Dus als je twee pennen naast elkaar houdt, dan trekken die twee elkaar aan. Maar ja, als je die invult in de bovenstaande, dan krijg je, nou je ziet hè, het is eigenlijk verwaarloosbaar. Je zult het niet kunnen meten, 3,3 keer 10 tot de macht min 14 newton. Ja, de wrijving zal altijd die twee pennen tegenhouden, dus je merkt er niks van. Even weer terug naar de appel, die viel naar beneden toe vanwege de zwaartekracht. Maar die zwaartekracht, hè, te berekenen met m keer g, dat is dus eigenlijk gewoon een speciaal geval voor de gravitatiekracht. Gravitatiekracht is hier op aarde de zwaartekracht. Nou, die gravitatiekracht maakt niet uit waar je bent in het universum, overal geldt de gravitatiekracht. En die zwaartekracht, ja, die geldt alleen maar als je op het oppervlak bent van een hemellichaam. En in dit specifieke geval natuurlijk de aarde, waar die waarde van g 9,81 is. Dus hier op aarde geldt de zwaartekracht is m keer g. En voor m moet je dus de massa van appelen vullen. Maar de zwaartekracht is dus eigenlijk ook hetzelfde als de gravitatiekracht. Dus die kan ik ook opschrijven en die twee zijn hetzelfde. Oftewel, je kunt die twee aan elkaar gelijk zetten. Ja, zwaartekracht is gelijk aan gravitatiekracht. En dan zie je dus dat de massa van een appel, die kun je wegstrepen. En dan kun je dus hier de valversnelling berekenen. Met de valversnelling is de gravitatieconstante maal de massa van de aarde gedeeld door r². En als je dat invult, nou, dus voor g weer die waarde uit binas, massa aarde ook weer binas en r, dan wordt in feite de straal van de aarde, hè, de afstand van de appel tot aan het middelpunt van de aarde, die is gelijk aan de straal van de aarde, nou goed, en plus een paar meter dat de appel boven de grond hangt, maar die paar meter is verwaarloosbaar ten opzichte van deze waarde van de straal van de aarde. Nee. Nou, die vul je in het bovenste in en als je dat invult, nou, doe het maar eens, dan zie je dat er precies uitkomt 9,81. Afgerond bedoel ik dat natuurlijk. Hè? En het is de gravitatiekracht die ervoor zorgt dat alles om de zon zijn baantje draait. Ja, van buitenaf traag. En als je daar naar binnen toe gaat, dan zie je dus dat dat sneller gaat. Hè? Binnenin heb je Mercurius en Venus. En daaromheen de aarde en Mars. En waarom doen ze een rondje? Nou, voor een cirkelbeweging is nodig een middelpersoonlijke kracht. En in dit geval wordt de middelpersoonlijke kracht dus geleverd door precies de gravitatiekracht. Nou,
middelpersoonkracht, ik hoop dat je dat nog weet, hè, die kun je berekenen met m keer v-kwadraat door r. Gravitatiekracht, die weet je dus nu natuurlijk wel. En die r is de afstand weer tussen de twee hemellichamen hier. Dus dat is deze afstand. Nou, voor massa vul je de massa van de aarde in en de massa van de zon bij de gravitatiekracht. En dan zie je dus dat net zoals zo net met de appel kun je hier de massa van de aarde wegstrekken. En je hebt ook links en rechts de r staan. Alleen rechts staat er een kwadraat, dus links verdwijnt die helemaal. En rechts verdwijnt alleen kwadraat. En dan zie je dat de snelheid kun je berekenen met, daar staat hij, de wortel van g maal mz gedeeld r. Kortom, de snelheid van een hemellichaam is niet afhankelijk van de massa van de planeet. Dus het maakt niet uit of je nou aarde, Mars, Mercurius, Saturnus hebt. Het is allemaal hetzelfde. Wat wel van belang is, is de afstand tot aan de zon. Ja, de planeten ver weg, die gaan trager. En dat zag je ook in die animatie. En wat voor een planeet geldt, geldt ook voor andere zaken die bijvoorbeeld om de aarde heen cirkelen. En dan heb je niet de zon in het midden, maar de aarde in het midden. Dus die formule wordt dan niet mz, maar m aarde. Maar voor de rest is het precies hetzelfde. Je moet wel heel goed oppassen, en dat gebeurt vaak. Stel je voor, gegeven is dat een satelliet op 36.000 kilometer hoogte is. Die hoogte, ja, dat is niet hetzelfde als de waarde van r in die formule. Want die waarde van r, dat is de afstand van de twee lichamen, maar dan wel de afstand tussen de massa-middelpunten. En voor de aarde is dat een behoorlijk stukje verder weg. Dus je moet nou de straal van de aarde er iedere keer bij optellen. Dat moet je niet vergeten, wat vaak gebruikt in opgaven. Een ander verhaal over kometen. Kometen die hebben geen cirkelvorm, maar ellipsvorm. Dat betekent dus dat je niet zomaar een waarde voor r kunt invullen, want die varieert constant. En dat heeft ook invloed op de snelheid. Want kijk, als een komeet ver weg is van de zon, dan heb je dus een grote waarde voor r. Oftewel, dat betekent dat de snelheid klein is. Maar dicht bij de zon, dan heb je een kleine waarde voor r. En dat betekent dus dat de snelheid groot is. En een komeet heeft dus geen constante snelheid. Het is dan ook niet een eenparige snelheid. Dat voor kometen. Satellieten, hè, zo net al even over gehad, daar gaan we eventjes verder naar kijken. Want je hebt diverse soorten satellieten natuurlijk om de aarde heen. En die satellieten die kun je in feite in twee verschillende versies tegenkomen. Het is een geostationaire satelliet en een polaire satelliet. Wat moet je daarvan weten? Nou, geostationair, die zul je het meest tegenkomen. Dat is een satelliet die constant boven hetzelfde plekje van de aarde blijft hangen. Nou, hangen. Hij doet natuurlijk wel een cirkelbeweging. Maar een cirkelbeweging doet hij in dezelfde tijd als de aarde. Dus een 24 uur. En dan blijft hij dus constant boven hetzelfde plekje van de aarde. De polaire satelliet, die doet zijn baan rond de beide polen. En de aarde die draait in feite gewoon eronder door. Ja, de omlooptijd is dan ook divers. Ja, bij de geostationaire satelliet was het altijd vast. Of was, is het altijd vast. 24 uur. En polair, ja, divers. Ik heb daar bijvoorbeeld 100 minuten gedaan. Maar dat kan ook andere zaken. Hier zie je de geostationaire satellieten. Ja, precies op dezelfde afstand blijvend. Dit zijn de polaire satellieten. Ja, en dit zijn alle satellieten. Tja tja, mooie plek om te stoppen zou ik zeggen. Bedankt voor het horen en wellicht tot horens.